Hey, met Chesto en welkom bij een nieuwe video hier op mijn kanaal Chesto. Vandaag ga ik gewoon een, ja, niet echt een update video voor jullie maken, maar een bedank video. Want jongens, we gaan dood hard met de abonnees op dit moment. Het is op dit moment zondag dat ik deze video opneem en we gaan zo hard met de sub dat ik in één dag van de 4000 abonnees naar de 4050 ben gegaan. Ik weet niet hoe insane het is, ik wil jullie daar even heel erg voor bedanken. Dus echt jongens, als je deze video kijkt, al kijk je deze video een week later, een maand later, een jaar later, wie weet waar we over een jaar zijn, super bedankt voor het helpen waar ik op dit moment nu ben. Waarom gewoon, is ja, kijk wat we allemaal mogelijk hebben gemaakt. We hebben mogelijk gemaakt dat ik hier deze setup heb die ik nu heb. En ik wil jullie daar gewoon eventjes heel erg voor bedanken. De support op de video is echt insane. Maar dan ook echt insane. Sorry voor die PlayStation, want die maakt echt de laatste tijd echt een tering hard geluid. Maar I don't care. Ik heb nu eindelijk gefixt hoe ik dat met de microfoon die daar hangt kan fixen in ieder geval. Ja, het is gewoon insane wat op dit moment met mijn kanaal aan de hand is. Want mijn kanaal gaat echt booming. Maar dan ook echt, echt booming op dit moment. Want we groeien gewoon met minimaal 30 abonnees per dag. Laten we even 30 abonnees nemen. Want natuurlijk, vandaag zijn het er 50 geworden. Maar het is niet elke dag zijn het er, niet elke dag zijn het er 50. Dus schatting 30. Ik weet gewoon niet wat ik hiervan moet zeggen en hoe dit komt. Want laat even in een reactie achter waarom jullie op mijn kanaal geabonneerd zijn. Ik wil het echt even weten. Komt dat nou omdat ik zulke goede Call of Duty video's maak? Of af en toe van die vlogs als dit. Binnenkort gaat er ook een hele leuke crossbar challenge online komen met mijn neef. Die gaan we opnemen. Want ik heb natuurlijk mijn oude camera, zoals jullie hier zien, heb ik weer even tevoorschijn getoverd. Dit is mijn oude vlogcamera, zoals jullie hier zien. En ja, dit is eigenlijk best wel gewoon nog een goede kwaliteit camera. Maar deze kan natuurlijk 60 fps zoals je nu ook kijkt. En deze niet. Dus deze gaat dan op een gegeven moment alleen de lat filmen. Want die hebben we toch niet de hele tijd nodig. En deze gaat dan ons weer gewoon filmen op het statief. Dit kleine statief ga ik dan gebruiken voor de grote camera, voor de lab, laat maar zeggen. En met mijn camera waar ik nu film, dit statief gaat dus ons filmen terwijl we aan het trappen zijn. En dat zien jullie gewoon wel één deze dag verschijnen, denk ik. Nou, niet één deze dag, ik moet het eerst nog opnemen. Het moet eerst een beetje mooi weer zijn. Dat is het op dit moment natuurlijk wel. Het is echt super mooi weer buiten. Dus shout-out naar de weergoden. Nee, ik weet niet echt wat ik meer heel erg moet zeggen. Want ik wil jullie gewoon even heel erg bedanken in deze video. Ik hoop dat jullie dat natuurlijk ook waarderen. Dat ik jullie support waardeer. Want het is echt insane. Maar dan ook echt insane hard. Wat jullie op dit moment gewoon waarmaken voor mij. En wat ik natuurlijk al op Twitter heb gezegd. Ik probeer zoveel mogelijk tweets te beantwoorden. En het enige doel wat ik dit jaar wil halen is de 10.000 abonnees. Het lijkt me zo gaaf om het aan het eind van het jaar op 31 december gewoon die 10k te hebben. Het lijkt me zo awesome. Wie weet gebeurt het. Wie weet gebeurt er wel iets heel erg raars waardoor mijn kanaal echt booming gaat. En wie weet gebeurt er ook iets kuts waardoor helemaal mijn kanaal niet meer groeit. I don't know. Laten we op het laatste natuurlijk niet hopen. Maar laten we gewoon hopen dat mijn kanaal super leuk en super hard gaat groeien. En dat gebeurt op dit moment dankzij jullie. Dus even een applaus voor jezelf. Ik bedank jullie voor het kijken naar deze video. Echt. Als we weer 100 likes op deze video kunnen halen, zou het awesome zijn, want we halen het toch elke dag. En bedankt voor het kijken jongens. Morgen om 3 uur weer een gloednieuwe video die ik met liefde heb gemaakt voor jullie. Thanks for watching. Tot morgen jongens. Doei.